Hi, goed dat je allemaal kijkt naar de dagelijkse update. Vandaag een artikel in de Financieel Dagblad. Nou, het had van mij kunnen komen. Het is letterlijk wat ik een aantal weken geleden heb verteld over de huizenmarkt. Een emeritus hoogleraar Konijn die zegt eigenlijk hetzelfde. Hij zegt van ja, we zien nu dat de huizenmarkt langzaam begint stil te vallen. De huizenmarkt reageert altijd langzamer op economische onrust dan andere markten, omdat het veel moeilijker is. En dan zie je weer het voordeel van in digitale investeringen zitten, is dat je er sneller vanaf kunt komen en makkelijker in kan stappen. En met de huizenmarkt zie je dus dat dat veel moeilijker is. Je hebt een notaris nodig, je hebt een koper nodig, gaat allemaal veel tijd over, is allemaal fysiek, er zit veel tijd tussen. En daardoor zie je dus, hij zegt ook, hoogleraar Konijn zegt dat ook, het duurt voordat die problemen zichtbaar gaan worden. Maar we zien nu al de grote problemen. En als we het artikel dan ook erbij pakken, dan zien we inderdaad dat er onzekerheid is over het inkomen. En nou, ik ben geen financieel adviseur, maar als ik nu in de positie zou zijn dat ik een huis zou moeten kopen. Nou, ik heb zelf ook geen koophuis, dus ik kan het voor mezelf spreken. Ik ga nu zeker niks kopen. Nu is de tijd om geduld te hebben, om het af te wachten. Nu geen grote uitgaven doen, want die markt kan wel eens heel hard onderuit gaan. Die is zo overgewaardeerd de laatste tijd. De ongelooflijk hoge prijzen worden er betaald voor kleine huizen, voor huizen die niet eens goed onderhouden zijn. De wanhoop was heel veel kopers nabij. Overbiedingen. Nou, je ziet nu ook dat de overbiedingen nemen af. Je ziet dat mensen gaan niet meer boven de vraagprijs zitten. En snel zal je zien dus dat mensen weer in het voordeel staan dat ze kunnen gaan afdingen. En dat zijn natuurlijk leuke momenten voor mensen die nu een huis zoeken. Die kunnen gaan afdingen. Die kunnen voor een betere prijs een huis gaan krijgen. En nou, dat artikel zegt ook al van op een gegeven moment worden mensen verkopers. Die merken op een gegeven moment dat er gewoon geen kopers zijn. En dan krijgen ze een soort van onrust. Waardoor ze denken, hey, weet je wat? Ik wil toch gewoon echt van mijn huis af. Ik zit me niet lekker. Ik wil toch niet met die hoge hypotheekschuld zitten, want ik moet er vanaf. Of ik wil mijn huis verkopen, ik wil wat anders. En zo'n koper, die gaat op een gegeven moment gewoon met de prijs zakken. En zodra dat gebeurt, kan het heel snel gaan. Want dan is het als een soort kaartenhuis, want dan ziet er één, hey, die gaat ook zakken met zijn prijs. Oh, laat ik ook maar wat gaan zakken. En het kan eerst met kleine stapjes gaan. En uiteindelijk gaat het steeds harder. Mensen worden wanhopig, want mensen hebben die vaste lasten van de hypotheek en willen er graag vanaf. En het probleem is nu dat er heel veel mensen, ZZP'ers, maar ook mensen die gewoon in vast dienstverband zijn, worden ontslagen of die te maken krijgen met faillissementen. Heel veel mensen die kunnen hun bedrijf de komende maanden niet eens meer openen, zitten met vaste lasten, komen de problemen, raken in de schulden, in de faillissementen. En die zijn zeker niet op zoek dan naar een koophuis. Die zullen eerder zoeken naar een goedkope huurwoning, maar niet meer naar een koophuis. En dus gaan ook opties ontstaan waarbij mensen gewoon met familie bij elkaar gaan wonen. C-virus of niet. Mensen gaan gewoon op een gegeven moment bij familie intrekken. Heel veel huizen zijn er ook prima voor op ingericht. Heel veel de huizen tegenwoordig zijn vrij groot. Heb je ruimte zat, kun je best met z'n tweeën wonen in noodgevallen. Het is helemaal niet zo dat je in een heel kleine ruimte hoeft te leven. Dus dit gaan we allemaal zien de komende tijd. Dit is een vermoeden, dat denk ik. Eén partij die de komende tijd dit alles gaat bagatelliseren is de NVM, de makelaarsvereniging. Die zijn natuurlijk heel erg bang dat de huizenmarkt instort en dat ze veel minder werk hebben en veel minder geld kunnen verdienen. Die zullen allerlei berichten deur uit doen dat allemaal wel meevalt. Dat er heel veel schaarste is op de woningmarkt. Dat ze helemaal de telefoon nog steeds roodgloeiend staat. Dat het allemaal wel goed komt. Dat het heel kort, die crisis maar heel kort is. Ik vind dat een beetje lachwekkend hoe doorzichtig deze club altijd is. Die altijd probeert alles te sussen en alles te laten blijken alsof het allemaal wel in orde is. Ik snap het allemaal, het is geen probleem. Maar probeer daar als consument doorheen te kijken. Laat je niet geruststellen door de makelaarsvereniging. Je ziet zelf wat er gebeurt. Denk je dat dit positief is voor de huizenmarkt of negatief? Als alle markten instorten van olie, van aandelen, van obligaties, van valuta. De hele economie die staat erin. Denk je dan dat de huizenmarkt niet geraakt zal worden? Geloof deze club niet zo. Wees er sceptisch op. En denk zelf natuurlijk hierover na. Als je nu een huis gaat kopen,
Ik zelf zou het niet doen. Je moet het zelf weten natuurlijk. Hè. Ik ben geen financieel adviseur. Maar ik zelf zou dat absoluut niet doen. Ik zie die huizenmarkt echt nog heel hard afkoelen. 30-40% kan er makkelijk vanaf. Ja, het is veel slimmer om nu te sparen. Om nu goud en bitcoin te kopen. En dat je op een gegeven moment na een half jaar een huis kunt kopen met 30-40% korting. Terwijl je goud en je cryptovaluta misschien wel 40% zijn gestegen. Nou, dan ben je natuurlijk in deze vervelende crisis dan uiteindelijk spekkoper. De rente zien we al stijgen, dus we zien ook dat het duurder gaat worden om een hypotheek af te sluiten. Maar dat is niet het enige wat er aan de hand is. We zien nu ook dat bijvoorbeeld de hele Airbnb-markt, die gaat ook instorten. Moet je je voorstellen dat je een Airbnb-complex hebt in Amsterdam. Er komt nu geen hond meer. Geen toerist komt meer naar Amsterdam. En al die Airbnb-hotels, dat zijn het eigenlijk, die staan nu leeg. En er moeten wel kosten voor worden gemaakt. Dus wat ga je krijgen? Al die Airbnb'ers, die gaan op een gegeven moment denken, weet je wat, ik ga dit huis maar gewoon verkopen. Want er komen de komende maanden, misschien wel langer, komt er geen hond meer. En wat moet ik nog met mijn appartement? Hup, ik ga het maar verkopen, want ik wil toch maar wat geld redden. Ik wil niet dat het helemaal, ik moet die kosten betalen, want er zit wel een hypotheek op. Ik doe het van de hand. En nou, misschien leuk dat we op een gegeven moment ook weer gewoon grachtenpandjes voor een mooie prijs kunnen kopen. Maar dit gaat ook gebeuren. Hè? Denk hierover na. Niet alleen hotels worden geraakt door toerisme dat verdwijnt. Ook die Airbnb. En dat is onderdeel van de huizenmarkt. Die huizen zijn gekocht door mensen met het doel om er Airbnb van te maken. En die staan nu leeg. Dus wat gaan ze doen? Komen er inkomsten? Nou, die hou je wel 1 maandje vol, 2 maandjes vol. Maar die hypotheek gaat door. En op een gegeven moment raken die mensen in paniek. Die denken, ja, maar komt het ooit nog wel terug? Hoe lang gaat die lockdown nog duren? Er wordt nou gezegd 1 juni. Maar misschien zeggen ze wel, oh joh, we doen het wel tot 1 september. Dan zit je misschien wel 6 maanden zonder inkomsten. En ik weet zeker dat er heel veel van die Airbnb-bazen dat helemaal niet op kunnen brengen. Die zitten daar maar en die denken op een gegeven moment, weet je wat? Nu zijn de huizenprijzen nog hoog. Ik ga verkopen. En dan krijg je uiteindelijk weer een situatie waarin Airbnb een beetje van de markt wordt geveegd. Het hele reizen gaat de komende tijd op een heel laag pitje staan. Mensen gaan niet meer reizen. Mensen durven niet eens meer naar Nederland. Nederland is een van de landen die de minst strenge maatregelen heeft genomen. Dus mensen zijn als dood dat er hier C-virus nog steeds heerst. Dus voorlopig gaat die markt hard onderuit. Ik vermoed dat die Airbnb-markt heel hard getroffen gaat worden. En daarmee ook de huizenmarkt, de schaarste die dus nu is op de huizenmarkt, waarvan iedereen zegt, ja, maar is schaarste, die gaat daarmee dus ook opgelost worden. Al die woningen komen gewoon weer vrij. Er kunnen weer mensen gewoon op de Koningengracht wonen in Amsterdam. Gewoon, hup, in het centrum, echt Amsterdam. En dit gaat gebeuren. En dan is die schaarste opgelost. De Airbnb wordt weggeveegd. Dat gaat naar een veel kleiner deel van de economie worden. En dit zal overal zo zijn. Dit gaat in Parijs, in Londen, in Berlijn. Aan al die steden gaan die Airbnbs die gaan verdwijnen. Er komen geen toeristen meer. Toeristen die eerst vanuit Azië kwamen, vanuit Amerika, vanuit Latijns-Amerika, Midden-Oosten, noem het maar op, komen niet meer. Al die huizen staan leeg. Al die huizen gaan weer terug de markt op. En dat zal meehelpen. Dat zal nog een extra katalysator zijn. Want het was de reden waarom die huizenmarkt ook gestegen was. Heel veel mensen zagen vastgoed als investeren. En ik ben daar geen fan van. Ik ben geen fan van vastgoed investeren. Ik heb daar veel vlogs over gemaakt. En dit gaat dus de huizenmarkt nog eens even harder onderuit halen. Die waarde gaat nog harder onderuit. Want er is nu een hele grote klap. Toerisme valt weg. Mensen gaan geen Airbnb meer huren. En al die huizen gaan uiteindelijk door die mensen, niet allemaal, maar een heleboel huizen gaan daardoor op de markt komen. Omdat die eigenaren de hypotheek moeten betalen. En die kunnen het niet meer opbrengen. Krijgen paniek. Hoe lang gaat het nog duren? Huizen komen op de markt. En daardoor komen er weer meer huizen vrij. En daardoor gaat automatisch de prijs ook dalen. Onthoud dit goed. Heel belangrijk. Huis kopen. Ik zou gewoon even lekker wachten. Dat is wat ik ga doen. Ik ga achterover zitten. En ik wacht even tot die huizenprijzen weer een beetje op betaalbaar niveau komen. Want in Nederland en in al die andere landen om ons heen werd het ook echt te gek qua prijzen. Dus niet alleen Nederland. Want ik ben door heel, zoals je mijn video's kent, ik kom door heel Europa. Overal hetzelfde probleem. Overal die Airbnb websites die de markt verstoren. Overal huizen die te duur zijn. Dus dit gaat
ook mondiaal weer een heleboel recht zetten. We gaan heel erg veel stapjes terug. Dat is deze crisis. We gaan 10 jaar terug in de tijd. We gaan eigenlijk weer helemaal van vooraf aan beginnen. Zoals ik zeg, ik zou nu niks kopen. Ik zou echt dan nu iets huren als je iets zoekt. Maar ik zou zelf niks kopen. Ik wacht daarmee. En als je huurt, kun je op een gegeven moment ook weer, als die huizenmarkt dus instort, dan zul je ook zien dat je goedkoper kunt gaan huren. Want die prijzen zijn ook belachelijk gestegen. Als je hier in Den Haag, bij waar wat vroeger een heel gewoon volkswijkje was, niks aan de hand. Dat waren echt, onder de middenklasse nog. Daar betaal je nu €1200 per maand voor een portiekwoning. Ja, dat zijn natuurlijk rare bedragen. En je zal zien dat je ook, als je nu huurt, ook straks goedkoper kunt gaan huren. Die prijzen gaan ook naar beneden. Want die expats die blijven allemaal weg, gaan allemaal terug naar huis. Bedrijven nemen geen nieuwe mensen meer aan. Die huizenmarkt wordt steeds ruimer. Er komen steeds meer woningen weer op de markt. Die Airbnb-woningen worden misschien weer gewoon verhuurd. Voor het gewone verhuur of verkocht. En dan ga je zien dat die belachelijke huurprijs ook weer naar beneden gaan. En ja, lijkt mij voor mensen die huis zoeken een hele positieve ontwikkeling. En doe er je voordeel mee. Dat was het voor vandaag. Wil je nou meer weten over dividend investeren? Volg ons op Facebook en Instagram. Dividend investeren. Zoek je een goede broker om aandelen te kopen. Open dan via de links onder mijn filmpjes. Bij de broker Flatex. En Goldwrap, daar kun je natuurlijk je goud kopen. Coinbase gebruik ik zelf om mijn crypto te kopen. Bitcoin, daar kun je ook andere crypto's kopen. Link staat er ook onder, krijg je €9 cadeau. Gebruik die links alsjeblieft. Abonneer op het kanaal, like de video, deel de video als je wilt. En ik zeg heel hartelijk bedankt en graag weer tot morgen.